Alright, horen jullie mij duidelijk? Oké, top, 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 top. Altijd goed om even te horen. Dan kan ik van slag gaan. Oké, nou, welkom allemaal nogmaals bij de Live Market Outlook sessie. Wat ik altijd fijn vind om te doen is eigenlijk op de zondag mijn week voor te bereiden. Dus dat gaan we ook deze week weer doen. We zijn heel dichtbij gekomen. Ik vind het wel fantastisch om te zien zo'n weekly chart zoals dit. We zijn heel dichtbij gekomen bij het neerzetten van een nieuwe all-time high. Dus dat is natuurlijk heel interessant om te gaan kijken of we dit bullish momentum kunnen doorzetten. En daar gaan we vandaag eventjes een analyse voor maken. Nou, als allereerst dus de all-time high rond de 65k. En als allereerste deze zone die we hier zo hadden. Nou, we hebben gezien dat we een afwijzing hebben gehad op deze zone die we hier zo hadden. Dit is een supply area. Nou, de mensen uit de premium die weten inmiddels van A tot Z hoe een supply area werkt en hoe ze die kunnen maken. Maar eigenlijk wat je moet weten op het moment dat je deze zones nog niet eerder bent tegengekomen, is dat het een soort sterkere vorm van support en resistance is. Dus je hebt natuurlijk horizontale support en resistance, zoals we dat ook hebben uitgelegd in die gratis market outlook sessies. En die kun je bijvoorbeeld op plaatsen zoals dit zetten, hè, dat je een horizontaal weerstandsniveau hebt, ongeveer rond die 50k. Maar waar de echte liquiditeit zit en waar je dus de mensen kunt, ja, eigenlijk de grotere spelers in de markt kunt herleiden, hè, dat is wat in principe supply and demand kan. Dat is op het moment dat je supply and demand zones gebruikt. Dus vandaar dat ik het fijn vind om die te gebruiken. Ik zal eventjes teruggaan naar de daadwerkelijke chart, deze chart. Ik zat net op de futures chart. Dus ja, dit is eigenlijk de zone die we momenteel hebben gebroken. Het enige wat we hier hebben is deze zone hier zo, waar we waarschijnlijk nu een afwijzing op krijgen. Dus deze zone is gecreëerd in 14 april. En toen hadden we natuurlijk die all-time high neergezet op Bitcoin. We hadden die ascending triangle hier zo toen. En toen hadden we een breakout daarvan en vervolgens zat iedereen eigenlijk verkeerd gepositioneerd en kregen we een lange correctie door de rest van 2021 heen. En nu zijn we weer bezig met een soort tweede opleving in de markt. Nou, we zien gelijk dat we momenteel bij deze zone zitten hier zo. Dat is dus een supply zone die nog in werking is. En even kijken, we zijn er nog niet in bewogen. Ja, we zijn er nog niet in. Dus dat is eigenlijk de eerste zone waar ik momenteel naar kijk. Ik zal gelijk eventjes een price target daar neerzetten. Hier zo 62.000. Eigenlijk precies rond dat 63.000 level. Daar zit dus een belangrijke area. Nou, we zien momenteel ook dat we redelijk overextended naar boven toe zijn. En ja, het is de vraag of je dit momentum door kan zetten op de lange termijn. Ik denk dat we best wel in de tweede helft van oktober eerst een pullback kunnen gaan krijgen. En dat zou dan vanuit deze area hier zo moeten komen, die 63k area. Dat wil niet zeggen dat we gelijk stoppen met de continuatie naar boven toe. Maar het is wel gewoon iets om rekening mee te houden. Dat we natuurlijk vanaf deze correctie, deze low, hier zo dat we 58% rendement hebben gemaakt. En niet echt een substantiële pullback hebben gemaakt. Dus ja, kijk, in principe wat je kunt doen in dit soort momenten is je kunt kijken naar areas zoals deze. Dus dit vind ik altijd wel heel fijn om te doen. Is je krijgt een retracement. Dus laten we zeggen dat je hier net je run omhoog hebt gehad. Hier heb je hem natuurlijk ook zitten. Kijk, je krijgt je retracement. Maar als je vervolgens na die retracement, en dit zijn dan de kenmerken waar ik naar kijk, is als je dan één, een belangrijke low uitneemt. Dus dat je onder een belangrijk niveau komt. Hè? Een low is natuurlijk, je pusht omhoog. Vervolgens heb je hier een low gecreëerd. En als je dan dit aan het doen bent, vervolgens heel kort om die low komt en daarna met volume een groene candle te zien krijgt, zoals we dat hier bijvoorbeeld gezien hebben, dan kun je in principe gewoon weer door naar boven toe. En de reden waarom dat is omdat je hier dan op die eerste low krijg je mensen die willen een short nemen, die denken oké, we gaan nu eindelijk de pullback krijgen en vervolgens zitten die mensen vast in een positie, dat genereert extra buying pressure in de markt en dan veroorzaak je een soort short squeeze. Dus dat is best wel bekend voor de mensen die al langer naar dit kanaal kijken, is dat die short squeeze setups gewoon heel handig zijn om te kijken waar het momentum ligt in de markt en waar de markt uiteindelijk naartoe wil. Dus we hebben hier deze high neergezet, zoals je ziet. Daarna hadden we hier
de low die uitgenomen werd, zoals we dat net geïllustreerd hebben. En vervolgens hadden we hier bij die breakout een increase in volume ten opzichte van wat we hier zo hadden in deze area. Dus dat is gewoon iets om naar te kijken. En ja, wat zien we hier zo? Exact hetzelfde natuurlijk, dat je hier een belangrijke low uitneemt. Hier zo zit je er. Vervolgens zitten mensen vast in een eventuele short positie. En daarna krijg je dus weer volume. Dus hier wil je eigenlijk je afwijzing maken op dit punt hier zo. En daarna schiet je in één keer naar boven toe met volume toe. En vervolgens continueer je gewoon je uptrend. Dus als je volume hebt en de uptrend blijft nog steeds intact, dan kan je dus gewoon ervan uitgaan dat je continuatie ziet. Zoals we dat hier ook hebben. We zijn nog niet naar deze zone toegekomen, maar je hebt een retracement gemaakt. Vlak voordat we naar beneden toe gaan, zien we nu weer een gigantische opleving in Bitcoin. En dat kan dus ook gewoon weer zo zijn dat we zo meteen een low gaan uitnemen. Hier zo. En dan vervolgens deze demand area aanraken, bijvoorbeeld die hier zo ligt. Dat is de eerste volgende zone waar ik naar kijk. 60.038. Nou, dan schiet je dus omhoog. Vervolgens denkt iedereen, oké, nu komt de pullback. Dan laat je nog één keer iedereen vastzitten in die zone. Dus iedereen die denkt dat we nu al naar beneden gaan, die zit dan vast. En vervolgens schiet je dan naar beneden of naar boven toe naar deze supply area. En dan krijg je daadwerkelijke retracement. Dat is een scenario waar ik in elk geval de aankomende week op aan het anticiperen ben. Dus we hebben hier nogmaals die demand area en een supply area opgetekend op de chart. En dan is dat, ja, eigenlijk zijn dat dan de twee belangrijkste areas waar ik persoonlijk naar aan het kijken ben voor de aankomende week. En dan is het volgende component wat je moet hebben om de puzzel uit te vogelen, is bijvoorbeeld de ETH BTC chart. Daar zullen we zo meteen naartoe gaan. Of de altcoin dominance chart. En dan kun je zien of mensen liever gepositioneerd zitten in de altcoins of dat ze liever gepositioneerd zijn in Bitcoin. En dan kun je uiteindelijk een prognose gaan maken waar je bijvoorbeeld je geld naartoe wilt sluizen. Wat je vaak zal zien, en dat mensen het natuurlijk het model uitleggen, dat je eerst naar BTC gaat. BTC die leeft op. Vervolgens ga je dan naar je midcap altcoins. Hè. Dus dat je ga je bijvoorbeeld naar ETH en XRP bijvoorbeeld. Die large cap altcoins. En vanuit daar vloeit dan het geld naar andere projecten toe. Dus dat is de money flow cycle, noemen ze dat. En ja, dat is natuurlijk een hele mooie manier om naar de markt te kijken. Maar in de praktijk is het best wel lastig om dat toe te passen. Op het moment dat je niet weet hoe de markt erbij ligt. Want vaak zie je namelijk dat vanuit die move vanuit BTC, dat je eerst een pullback krijgt. Dus dat je eerst een pullback krijgt in de altcoins. En daarna pas echt die surge krijgt. Dus die gigantische knal naar boven toe in de altcoins. Dus dat is wel een goede om rekening mee te houden op het moment dat je dat soort principes gebruikt. En een van de manieren hoe je dus dat soort puzzeltjes kan oplossen, is door te kijken naar die altcoin dominance chart. Dus dit zijn de twee prijsniveaus die ik in de gaten hou. Op basis van de weekly hebben we hier een rejection gehad en hebben we nu eigenlijk alleen nog maar deze daily supply area als resistance. Dus die begint, ik zal eventjes hier zo deze prijspunten weergeven. Dit is de onderkant van de supply zone op 63k. Dit is de bovenkant van de supply zone op 64,57. En dit is de target waar we eventueel naartoe zullen kunnen gaan. Zo met een kleine pullback naar 60k. Om dan eventueel hier zo in deze demand zone een afwijzing te maken. Dan je pullback te maken naar dit level hier zo. Of dat je in één keer een short squeeze krijgt naar boven toe. Maar ik wil in elk geval terug naar 60k. Om daar gewoon even een richting te kiezen als we in deze zone gekomen zijn. Dus 63k tot 65k. Daar wordt de beslissing gemaakt of we eerst een pullback krijgen en dan een short squeeze. Of dat we een pullback krijgen, dan een rejection krijgen, een diepere pullback en dan eventueel continuatie. Dit is eigenlijk altijd gewoon wachten. Ik hou er niet van om loze predictions te maken. Maar ik hou er wel van om gewoon de markt level tot level te benaderen. Om te kijken waar de punten van interesse liggen van meerdere spelers in de markt en om daar gewoon op in te spelen en mijn plan op samen te stellen. Dat is de manier hoe ik het liefst in de markt sta. Wat je eventueel zou kunnen doen, is je zou bijvoorbeeld een FIP extension kunnen pakken. Zelf, ja, ik gebruik ze wel eens, maar dan zou je dus ook kunnen proberen om bijvoorbeeld een prediction te maken. Ja, dan heb je hier min 0.618 zitten. Is je eerste stop zou dan rond de 68k zijn en daarna heb je min 1.618 zou je door kunnen gaan eventueel naar de 90k, maar
ja, ik ben er zelf niet zo heel erg fan van om deze extensions te gebruiken. Ik kijk liever naar wat de markt presenteert en op basis daarvan maak ik dan mijn strategie. Dan kunnen we eventjes dus een kijkje nemen naar de Bitcoin Dominance Chart. Want die hebben we natuurlijk net eventjes belicht. Nou, in principe, als je deze weekly chart ziet en je zou er bijvoorbeeld een lijntje van maken, hier zo, wat zie je dan? Nou ja, je ziet hier eerst duidelijk een dubbele toppatroon. En hier in zijn algeheel zie je eigenlijk ook een soort dubbele top. Dus ja, dat ziet er in principe niet heel goed uit voor altcoins tegenover BTC. Dus ja, ik snap de keuze wel van Rob om een klein beetje van zijn portfolio te verschuiven naar Bitcoin in plaats van altcoins eigenlijk. Hecht je veel waarde aan de Bitcoin Dominance Chart? Ik niet, omdat er ook stablecoins in mee worden genomen. Nee, ik vind het persoonlijk wel een handige tool om gewoon te gebruiken om te voorspellen waar de altcoin markt naartoe wilt. In principe, ja, het is natuurlijk de market cap van alle stablecoins erbij ook, maar ja, dat vind ik persoonlijk niet heel erg. Want je kunt nog steeds, kun je bijvoorbeeld nu zien dat met een dubbele top en met afwijzing van een bepaald level, dat mensen liever in altcoins zouden willen zitten dan in BTC of andersom. Of als je net zo'n uptrend hebt gehad, dan zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen dat na zo'n dubbele top, dat je zoiets hebt van oké, hier zou ik eventueel mezelf willen positioneren in BTC. Als je dan weer terug naar boven komt, als je rejection hebt op een level zoals dit, dan zou je dan weer naar de altcoins kunnen gaan. Dus wat we zagen is dat in die correctie naar beneden toe, dat we bijna precies terugkwamen naar die weekly 20 EMA. Nou, als ik dit moment erbij pak in de chart, hier zo, 26 juli 2021, en ik zou bijvoorbeeld gaan kijken naar Ethereum, hè, 26 juli 2021, dan zie je dat dat exact hier zo was. Dus dan heb je net deze afwijzing gemaakt, toen zag je, oh oké, eigenlijk hebben we een soort bodem gemaakt op basis van die altcoin dominantie, hè, oftewel een dubbele top gemaakt op Bitcoin dominantie, en nu willen we dus weer verder. En toen zag je deze surge. Dus dat kan je best wel gebruiken als een soort macro-indicator om beslissingen te maken binnen je portfolio. Nou, de beslissing die ik momenteel nu zou maken is, ik zou persoonlijk even wachten wat we doen op dit level hier zo. Dat 53 level. Om te kijken of we hier doorheen kunnen breken. In principe heb je hier namelijk een soort demandzone zitten. Hè? Als we dan technische analyse toepassen, dan is dit gewoon je area waar je normaal gesproken weer een soort ommekeer krijgt. Dus dan heb je hier zo je push omhoog, vervolgens je retracement en dan zou je hier je continuatie kunnen krijgen. Of bijvoorbeeld een structuur zoals push, pullback, push en dat je dan verder naar beneden toe wilt gaan. Dus ik ben gewoon deze area eigenlijk heel erg in de gaten aan het houden om eventueel te kijken, maar ik vind, momenteel vind ik het niet echt een heel goed idee om mijn altcoin posities te verlagen ten opzichte van BTC. Omdat we natuurlijk die retracement al gehad hebben. Dus heel veel coins hebben al een klein beetje grond verloren tegenover BTC. En dan ben je eigenlijk aan het uitschalen of aan het veranderen binnen je portfolio op dit moment. Hè. Laten we zeggen dat dit al jouw altcoins zijn tegenover Bitcoin. En je weet dat bijvoorbeeld of dit nog aan kan komen, of dit, ik zeg zo, dit scenario zou ik even blauw maken, dan ben je eigenlijk op potentieel hier aan het uitschalen op alle BTC-posities, terwijl je ook hier bijvoorbeeld zou kunnen uitschalen of juist deze move naar boven toe mee zou kunnen maken. Dus vandaar dat ik het nu, kijk, nu heb je dus deze move naar beneden toe gemaakt om het even duidelijk te maken op de chart en dan zou je dus of je pullback kunnen krijgen vanuit deze area waar toch wel veel interesse ligt. Of je zou je continuatie naar beneden toe kunnen krijgen. Maar in beide gevallen zou dit bijvoorbeeld een beter punt zijn om een exit te zoeken in je altcoin posities en om die dan te verkopen tegenover BTC. Dan ga ik eventjes door naar de ETH BTC chart. En ja, dan ziet het er eigenlijk een beetje hetzelfde uit natuurlijk. Ik weet wel dat hier hebben we natuurlijk nog die enorme areas of interest zitten. Dus dit was natuurlijk in 2018, dit was in 2017. Toen zagen we die enorme gains. En ja, in principe
als ik, ja, dat is natuurlijk nu niet heel, heel mooi, maar als ik hier naartoe kijk, naar deze price action hier zo, een soort dubbele top met een lower high, en deze move hier omhoog, een soort dubbele top met een lower high, en ik leg deze price action naast elkaar, dan zou je dus eventueel wel flink kunnen verliezen tegenover BTC. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Ja, dit is dan wel weer jammer. Ik zit nu heel even te kijken wat Ethereum zou kunnen gaan doen tegenover BTC. Om dat te ondersteunen voor mijn visie op de volledige altcoin-markt eigenlijk. Hier heb je je afwijzing gemaakt. Push pull. Ja, ik vind deze weekly chart er niet bijzonder mooi uitzien voor Ethereum tegenover BTC. We hebben hier nog een demand area die ingevuld zou kunnen worden. Hier zo wat lager. Hier zit natuurlijk ook de demand area, maar als je hem zo intekent, zou een stukje naar beneden toe kunnen gaan. Ja. Als ik dit zo zie, dan lijkt het me eigenlijk best wel aannemelijk dat BTC zou kunnen gaan gainen tegenover de alts. Maar dan vind ik dit nog steeds niet echt een mooi moment om uit te schalen. Dus dan zou ik eventueel een pullback willen zien naar dit level hier zo, of naar deze resistance hier zo. Dus ik ga voor mezelf ook eventjes een alert neerzetten, dat ik weet, oké, 65639. Dat ik weet dat op een moment zoals dit we eventueel die continuatie naar beneden toe zouden kunnen krijgen, dan een bezoekje in deze demandzone en dan wellicht een continuatie naar boven toe. Maar dit is waar de liquiditeit ligt, op 0.056871. En dat wil dus ook zeggen dat als ik die altcoin dominance chart bekijk, dat we dan naar 51% zouden kunnen gaan. Dat betekent in de praktijk dat Bitcoin nu nog iets beter zou kunnen doen dan, dan de alts. En dat mijn eventuele uitschaalpunt, of in elk geval mijn positie van ETBTC, dat ik dan eventueel ervoor wil zorgen dat ik mijn Ethereum hold, ik zit niet heel zwaar gepositioneerd in Ethereum, maar dat ik die tijdelijk even omzet naar BTC. En dat wil ik dan doen op een prijsniveau van ongeveer 0.006534. Dus voor de future series zal het waarschijnlijk ook betekenen dat de Ethereum holds, dat die omgezet worden naar BTC tijdelijk. Puur om te kijken, ja, om toch even een blik te geven hoe ik dan mijn portfolio zou willen managen. Oké, laten we vooral eventjes doorgaan. Ik zag een paar comments zag ik al voorbij komen. Een falling wedge op BTC. Dat is wel leuk om daar eventjes naar te kijken. Ja, duidelijk. Heel duidelijk. Kijk, wat ik vaak probeer te doen is ik probeer die Ray tool te gebruiken. En dan kan je hem of zo neerzetten op alle bodies. Je ziet dat dat werkt. Dat wordt gewoon gerespecteerd. Hier zo misschien op de bodies. Duidelijk, falling wedge. Of je kan hem op de highs neerzetten. En dan is het nog steeds duidelijk. Ook een falling wedge. Dus heel goed gespot. Ik weet niet wie me... Even kijken. Wim van der Vliet. Goed gespot. En ja, dan heb je nu je breakout, maar niet een increase in volume. Ik zal even kijken of op een andere exchange dat wel het geval is. Ja. Het is niet echt een increase in volume. Maar wat ik wel mooi vind om te zien is dat we op die niveaus... Kijk,
Normaal gesproken wil je zoiets als dit zien. Hè? Je wilt gewoon echt een duidelijke increase zien in volume op het moment dat je een soort breakout maakt. Nou, we zien hier de breakout. Als dit markeert op de chart, hè, dat zijn die twee. Dat zijn hier deze. Ik ga even weer wit maken, dat is wat makkelijker te zien voor iedereen. Maar die volume tool, die kan je heel goed gebruiken om bijvoorbeeld fake breakouts te kunnen spotten. En momenteel zou je dit kunnen klassificeren als een soort fake breakout. Maar wat ik dan wel weer goed vind, is dat we een increase zien hier zo in selling volume. Maar dat we in de huidige candle daar nog niet zo heel erg veel van terugzien. Dus hoe ik dat dan interpreteer, is dat we een increase hebben, dus meer selling volume. Er was meer selling interesse hier zo dan wat we in al deze candles hier voorgaand hebben gezien. En nog steeds hebben we niet een enorme daling gehad in de prijs. Dus dat zegt mij dat er, ondanks dat we die hoeveelheid volume hebben gehad in deze candle, dat we alsnog verder naar boven toe zouden kunnen komen. Wat eventueel een leuke setup zou kunnen zijn, is door hier zo bijvoorbeeld op een higher low een positie te nemen. Maar goed, inderdaad, een falling wedge breakout. Het liefste wil je nog een increase in het volume. Momenteel lijkt het erop alsof we eerst hier naartoe gaan en dan eventueel een continuatie krijgen. Oftewel de daadwerkelijke breakout van die falling wedge. Mocht je een target zoeken voor een falling wedge. Ik trade niet heel vaak prijspatronen van... ik vind ze gewoon een beetje primitief, eerlijk gezegd. Maar het geeft wel een beeld over waar de markt ongeveer naartoe zou kunnen gaan. Nou, dan zou je hier dus nog je soort van je retest moeten hebben. Als hij niet al op een lagere timeframe is geweest. Nee, die zat dan hier. En dan zou je rond de 63k uitkomen. Persoonlijk zou ik dan liever naar die demandzone komen. Hier zo rond de 63k. Dat is eigenlijk waar ik op zou willen wachten. Dus een eventuele setup zou dan hier zo zijn op die golden pocket. Om dan te kijken of je daar een afwijzing hebt. Dus ik zal er ook even een alertje neerzetten op 60739. Gewoon puur om te kijken wat daar gebeurt. Ik heb waarschijnlijk geen tijd om in te stappen. Puur omdat het hier natuurlijk wat later is op Bali. Maar eventueel als we daar komen en ik zie wat leuks, dan kan ik wel wat overwegen. Dan gaan we verder. Volume wordt ook lastig om te increasen in het weekend. Maar ten opzichte van vorige candles kan hij nog steeds increasen. Hè? Dus het feit dat... Kijk, even kijken hoor, of we dit duidelijk kunnen maken. In principe is dit het hele weekend al, hè, wat we nu gezien hebben. En het weekend is natuurlijk, hè, als we dit vergelijken met wat we hier zo zien, dan zien we duidelijk dat er minder volume is in het weekend. Dat klopt. Maar je kunt nog steeds zien dat er relatief ten opzichte van bijvoorbeeld deze trend hier zo, dat hier dan een increase zit in volume op deze breakout. Nou, helaas was er dan niet heel veel. Maar dat zou je dus ook gewoon kunnen zien op een moment zoals dit. Dat je dan bij die breakout ziet dat je een increase hebt in volume ten opzichte van de rest. Eigenlijk wil je gewoon zien dat mensen zoiets hebben van oké, we zijn het er allemaal mee eens dat deze falling wedge uitgebroken is, of dit prijspatroon uitgebroken is en dat we verder naar boven toe gaan. En de manier hoe je dat kunt zien is dat gewoon meer mensen meedoen en dat er veel volume is in de markt. Dus het hoeft niet altijd zo te zijn dat je een gigantisch increase in volume krijgt, als het maar een increase is ten opzichte van de rest van de price action die je ziet. Klinkt het voor jou ook logisch dat BTC teruggaat naar de prijs van de sluiting van de vrijdagmarkt? Ja, ik trade er zelf niet echt op, maar dat is natuurlijk die futures gap, zeg maar. Dan noem je het vullen van een gap. En in principe kun je de markt zo zien dat meerdere spelers in de markt, die hebben een bepaalde visie op de markt en dat drijft de markt. Dus als de hele wereld ineens zegt dat op Bitcoin Day iedereen $30 aan Bitcoin gaat kopen om El Salvador te steunen, ja, dan krijg je in de aanloop naar dat evenement krijg je een prijsstijging toe.
Nou, uiteindelijk zagen we dat het echt een gigantische zelden nieuws event was, hè? Dat startte eigenlijk deze hele correctie toen, die we hiervoor zagen. Maar de markt bestaat uit verschillende mensen die een bepaalde visie hebben op de markt. Dus als iedereen als principe heeft dat we terug moeten komen om de gaps te vullen, hè? Dus bijvoorbeeld die Friday gaps waar Dirk het in het geval over heeft, dan is er gewoon een kans dat gaat gebeuren. En hetzelfde geldt natuurlijk voor een Fibonacci retracement tool. Hè? Die soort van lineaal die ik hier gebruik. Ja, ik ben niet de enige trader die weet dat dit systeem bestaat. Dus als dan, ik noem maar wat, 3 miljoen traders wachten op dit punt hier zo, op het prijspunt 60.750, ja, dan is gewoon de kans best wel groot dat je daar in elk geval een reactie op krijgt. En of die reactie daadwerkelijk doorstoot naar een continuatie van de trend, of je krijgt een reactie en daarna ga je gewoon naar beneden toe. Ja, dat ligt natuurlijk tussen beiden. Maar vaak zie je wel dat op dit soort levels gewoon gereageerd wordt voor een eventuele continuatie. Zo ook met supply and demand zones, zo ook met eigenlijk heel veel verschillende dingen binnen de markt. En ja, dat is ook heel logisch, want de markt bestaat uit traders, de markt bestaat uit mensen die geld willen verdienen en iedereen die heeft bepaalde systemen. Dus is het logisch dat op het moment dat we ergens naartoe gaan, dat daar gereageerd wordt, want daar zit de interesse van al die mensen. Dus klinkt het logisch dat de BTC teruggaat naar de prijs van sluiting van vrijdagmarkt? Ja, dat kan best wel logisch zijn in principe. En dan omdat meerdere traders de assumptie hebben dat het gaat gebeuren, dus de kans is er dat dat gaat gebeuren, want mensen willen niet inkopen voordat dat gat gevuld is bijvoorbeeld. Iedereen die wacht van, oh, oké, ik wil eerst het gat gevuld zien worden en dan pas koop ik verder in. En dan heb je een soort self-fulfilling prophecy, maar de markt is in principe een grote self-fulfilling prophecy. Zijn er nog mensen die bepaalde tokens behandeld willen zien worden? Ik ga eventjes naar mijn favoriete project dat me nog niet heel goed behandeld heeft. Rune. Ja, Rune in principe uitgebroken uit deze trendlijn. Niet echt een hele goede increase in volume. Ik vind het ook niet echt een hele mooie chart, als ik hier eerlijk ben. Deze. Mocht ik nog geïnteresseerd zijn in eventuele buys, dan zou ik die wel vinden op dit niveau hier, zo 7,85. Dat zou ik wel een interessant level vinden. Ja, voor de rest 7,48, hè, dat je voor die diepere pullback gaat. Dat zijn wel twee interessante levels om naar te kijken. We hebben in principe deze 7,50, 7,48, $7.50 levels, hebben we nog niet echt ingevuld. Dus mocht er daadwerkelijk een flinkere pullback komen, dan zou dat eventueel nog kunnen. En dat zou in elk geval voor mij een mooie area zijn om eventueel bij te schalen binnen mijn posities. Want je weet dat we eigenlijk deze move willen gaan voltooien. Hè, dat we verder naar boven toe willen. En dit zou dan een punt zijn waar je die higher low echt wel met flink wat confluence punten kunt samen samen transformeren. Dus dat is wel fijn. graag een coin die op uitbreken staat, zodat ik mijn miljoen binnen kan schaven. Lekker. Het liefst met een tientje inzet. Omi, Dirk Jan Smit. Omi, oh ja. Ik zit nog steeds in OMI van de call die we gegeven hadden in de premium hier zo. Dus ja, ik weet niet of jullie deze trade nog kennen. Deze hier zo. Maar in principe zitten we er nog steeds in met een, ik weet niet echt exact hoe groot het percentage nog zou moeten zijn. Is inmiddels gegroeid ten opzichte van natuurlijk die call die we hier gegeven hadden. Maar ja, het is natuurlijk een fantastische trade geweest. Ik zal ook even weer een update geven in de chat. Maar dit was de trade idee in de premium. We hebben nog steeds een klein deel van de positie hebben we lopen. Alle targets zijn in principe gehit. En ja, we gaan gewoon terug naar all-time highs in mijn optiek. Mooi om te zien dat deze trade, ja, gewoon fantastisch heeft uitgespeeld. Als ik even kijk, vanaf entry hebben we 186% kunnen maken. Ik weet dat deze best wel snel
de lucht inschoot toen. Ja, gewoon een mooi project. Ik ga even kijken. Ja, in principe ben je bezig met een hele grote cup and handle formatie. Dit is gewoon een formatie die je keer op keer ziet terugkomen in de markt. En dat wil eigenlijk zeggen, je maakt een gigantische move naar boven toe. Ja, je zet een all-time high neer. Vervolgens krijg je je sell-off. En daarna een hele lange periode niets eigenlijk. En daarna probeer je dan terug te komen naar je all-time high. Dan maak je nog één keer een pullback. Alle mensen die hier niet konden verkopen, die verkopen uiteindelijk. En dan heb je in principe je cup en handle formatie. Hier zo. En dan zou je daarna, zou je bijvoorbeeld dit kunnen doen. Hier zo, de afstand tussen je all-time high en je low die je hier hebt neergezet. Hier zo. De low die je hier hebt neergezet. Op dit punt. Die zet je dan op de all-time high. Ja, in dit geval zou je dan naar 2,4 cent kunnen gaan. Dus als je hierin gepositioneerd zit, ja, OMI is natuurlijk gewoon echt wel een fundamenteel sterk project. Goede partnerships, mooie play binnen de NFT-space. En ja, deze zie ik nog wel naar de 2,5 cent gaan. Ik zal altijd proberen om wel een stukje voor de massa te zijn. Hè. Dat zag je ook, laten we zeggen dat je 2,492, zoiets. Dat je nooit op die ronde getallen gaat zitten. Dus nooit op 2,5 cent precies. Nooit in 2 cent precies. Nooit 1 cent precies. Maar altijd daar net ietsje onder. Even kijken of we hier een mooi voorbeeld van hebben. Ja, we kunnen hem even niet als voorbeeld pakken. Maar goed, dat probeer ik in elk geval altijd te doen. Het is een soort fundamenteel principe waarmee ik handel. Dan naar een volgend project. Ja, persoonlijk, je mooiste buys waren natuurlijk hier. En je hebt in principe vanaf dat punt, die breakout, heb je 180-190% gedraaid. Ja, dan zou ik mezelf afvragen wat een acceptabel instapniveau zou zijn. En dat zou dan rond dit level hier zo zijn, rond 0,0046. Ietsje daarboven. Of hier zo, dan heb je twee instapmomenten eigenlijk die je zou kunnen pakken, die eventueel interessant kunnen zijn. Maar je weet dat andere mensen in de markt een sterkere positie dan jij hebben waarschijnlijk. En dat is nooit echt een fijne situatie om in te zitten. Vandaar dat op het moment dat we bijvoorbeeld kijken naar zo'n project zoals Rune, kijk, die heeft nog niet echt zo'n gigantische knal omhoog gehad. En dan is het interessant om erin te stappen, vind ik persoonlijk. Kijk, Het is niet heel interessant om in een project te gaan waarvan iedereen weet, oh wacht, dat het zijn breakout al gemaakt heeft. Je wilt daar zijn waar die gigantische explosies naar boven toe nog niet gebeurd zijn. En dat kan zomaar. Kijk, dat kan zomaar. Boom. Schiet je in één keer omhoog. Ja. Je hebt hier eigenlijk geen enkel moment om in te stappen. Als die rally eenmaal begint, als mensen eenmaal de waarde inzien van een project, dan heb je bijna geen momentum meer om in te stappen. En zo heb je dat ook nu met Ecomi, met OMI, met Solana hebben we dat gezien en met heel veel meer projecten zien we dat weer gebeuren. Bijna geen momentum meer om in te stappen daarna. Iemand vraagt waar kan ik me aanmelden voor de premium. Zulke trades zijn zeker welkom. Op www.whatsnextcommunity.com kun je jezelf aanmelden als je lid wil worden van de premium. Even kijken, we gaan nog twee projecten behandelen en dan zit het er weer op voor vandaag. Even unieke projecten. RSR. Ik ken het project fundamenteel niet heel goed. Ik weet wel dat ze iets doen met payments. Ja, in principe perfect dit punt afgewezen waar we het hier zo over gehad hebben. Kijk, op het moment dat je bezig bent met het analyseren van een project, is het altijd handig om te weten waar het volume ligt. Nou, jullie zien hier zo dit blauwe, ja, dit noem je een fixed range volume profile. En het geeft eigenlijk aan waar het volume zit. Nou, dit punt hier zo, die rode lijn, dat noem je de point of control.
Point of control is eigenlijk het punt op de chart waar de meeste orders zijn uitgevoerd. Nou, als je weet dat heel veel longs en shorts bijvoorbeeld geopend zijn op dit punt, dat is dus volume, hè? Veel interesse rond dit punt. Wat gebeurt er dan waarschijnlijk? En wat hebben we toen gezegd bij dit project? Is als je naar beneden toe gaat en dan je pullback krijgt, dan slaat dat waarschijnlijk hier zo op dat point of control. En daarna zou je dan eventueel in kunnen stappen. Nou, de perfecte entry had eigenlijk hier zo geweest op de pullback, zoals ik hem zo zie. Kijk, het hier die higher time frame push omhoog. Dan een retracement. Helaas niet deze target grid van 2628. Wel duidelijk een dubbele bodem gemaakt vlak daarvoor. Maar nu, kijk. Dit was je entree geweest toen. Hier zo. Dus ik zal eventjes deze weghalen. Kijk, dit is je move. Hier heb je een low neergezet. Hier eindigt je move op 0.041. En wat je dan vaak ziet, en dat is de reden waarom ik die Fibonacci retracement tool gebruik. Klinkt heel ingewikkeld, is het niet. Het is gewoon een soort lineaal. Maar de lineaal die kan heel accuraat voorspellen waar waarschijnlijk een higher low of een lower high gaat zijn. Dus als je een push hebt, laten we zeggen van begin tot einde. En dan kan je dus hier deze tool pakken, hier zo, Fib retracement. Begin tot einde. Hè? Ik zet deze witte lijn zet ik hier zo neer. Op deze lijn. Ik maak hem ietsje breder. Je kan hem ook gewoon zo tekenen. Dan is dit hier zo een area waarop gereageerd kan worden. En dit is tevens ook een area waarop gereageerd kan worden. Dus al die niveautjes, al die centimeters, zeg maar, op deze lineaal, die kunnen ervoor zorgen dat er een reactie is. Nou, de perfect trade op RSR, in mijn optiek, was hier zo toen je deze structuur aan het breken was. Kijk, hier zo weer deze structuur aan het breken. En vervolgens breek je deze trendlijn. Nou, als ik hem hier zo neerzet en ik trek hem eventjes zo door. Op deze high hier zo. Je bent eigenlijk deze structuur aan het breken. En vervolgens maak je dus hier je push naar boven toe. Je retracement perfect in dit level hier zo. En dan heb je je continuatie. Voor nu zou je hetzelfde trucje in principe weer kunnen proberen. Op de lagere timeframes. Dus dan zeg je gewoon, oké, prima. Dit kan ik wel nog een keertje proberen. En dan zou je bijvoorbeeld een entry kunnen hebben op dit punt hier zo. Ik zet hem eventjes ietsje erboven, omdat je hier ook een demand zone hebt zitten. Maar 3, 4, 7, 5. Dat zou dan bijvoorbeeld een instapmoment kunnen zijn. Je bent momenteel bij deze zone hier zo aan het afwijzen. Hier zo. Treintje omhoog. Hier zo je rejection. Je hebt dit gebroken. Dus dan is eigenlijk wat je nu wil doen is push, pullback, push. Hier zo heb je die kleine area zitten. Retracement. Continuatie. Dat is waar je in principe in een bullish scenario mee zou willen zitten. Mits dat gebeurt, wil je eigenlijk niet onder deze hele area komen. Nou, als je iets ruimer bent met je stoploss, dan zou je dat, ja, zodra je hier echt daadwerkelijk onder begint te breken, hè, 3263, dan breek je in principe de structuur. En dan zou je gewoon wat verdere continuatie naar beneden kunnen krijgen. Dus dat zou dan levels zijn die ik in de gaten hou. Ik zou niet per se een harde stoploss zetten, maar eerder een soft stop hanteren met gewoon een alert op dit level hier zo. Welke fixed range volume profile gebruik ik op TradingView? Deze die je hier zo kan vinden, fixed range volume profile. En dan probeer ik altijd gewoon op een bepaalde range probeer ik hem in te tekenen. Dat kan hier zijn van hier tot hier, dat je alleen deze move pakt. Maar het kan ook deze hele range zijn die je hier gebruikt. En in beide gevallen ligt de point of control op hetzelfde punt. De instellingen die ik gebruik zijn deze, 188,68. En ja, voor de rest. Zou je je muziek even uit willen zetten? Ja, ik zit hier met meerdere mensen op het kantoor, dus het kan af en toe gebeuren dat er dingen doorheen komen. Ik kreeg een heel schuldige blik van iemand. Ja. Geen probleem. Maar in elk geval, dit zijn de instellingen die ik gebruik voor de Fixed Range Volume Profile. Dan zal ik eventjes kijken
FTT. Nou, Mina vind ik wel leuk om naar te kijken. Sorry voor degene die FTT pakte. Oh, wauw. Wat een chart, jongens. Ja, kijk. Krijgt er iemand flashbacks naar Casper op een of andere manier? Of naar... Omi, Konomi. Kijk maar. In principe ben je hier een beetje hetzelfde aan het doen, hè? Dus deze price action ben je aan het vormen. Wacht, ik zal hem even wat beter intekenen. Een soort pennant ben je aan het maken. Push, pullback, push, pullback, push, pullback, push. En vaak zie je dan een breakout naar boven toe. Dat ben je hier zo aan het doen. Een beetje hetzelfde als met Konomi toen. Ekomi bedoel ik. Omi. Oké, nou. Je hebt hier je initiële push naar boven toe. Van Mina dan op Binance in dit geval. Je zit in een area of interest. Je bent die, ja, die soort van symmetrical triangle slash bullish pennant ben je aan het maken. Ja, dit zijn gewoon fijne areas om eventueel in te schalen. In mijn optiek. Je hebt hier gewoon je push omhoog. Je bent redelijk afgekoeld. Je hebt weer de kans om eventueel een breakout te maken naar boven toe. Ja, die lagere areas hier zo, dat zijn gewoon mooie zones om eventueel in te kunnen kopen. Dus nu even kijken hoe die price action eruit ziet. Ja, het volume is nog niet echt teruggekeerd. Op dit moment zag je wel hier zo een redelijke increase in volume ten opzichte van de rest. Maar je respecteert nog steeds gewoon deze trendlijn. Dus ja, kleine pullback naar beneden toe. Buying area rond de $4. Voor een long-term hold zou wel oké zijn. Om eventueel weer door te kunnen gaan naar ja, een punt zoals $6 eigenlijk. Een beetje logisch uit. Ja, eerste tussenstop zou ik hier neerzetten. Op dit level hier zo 5.18, 5.19. Je hebt natuurlijk wel nog steeds weerstand op die psychologische levels. Dus vlak voor de $5 kan je eventueel ook een exit dan kiezen. Ik vind de range alleen niet heel fijn om in te traden. Dus je hebt niet echt heel veel ruimte in deze trade om een gigantische upside te verwezenlijken. Dus dat vind ik wel heel jammer. Kijk, in principe is je entry ligt natuurlijk op 4 en dit ligt op 6. Ja, 47% is natuurlijk heel veel. Hier zo ook. 22%, maar ja, ik denk dat er wel betere trades liggen, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat er wat betere kansen zitten in de markt dan Mina op dit moment. Dus ja, dit zijn eventueel de price targets waar ik naar zou kijken. Je zit er in de demandzone, je hebt een push, een pullback, je bent eventueel een continuatiepatroon aan het maken. Dus ik ben wel bullish over bearish, zeker op dit project. Maar ik denk dat op basis van prijsanalyse, dat je gewoon... ja, in een heel lang zijwaarts traject gaat. En dat er niet heel veel ruimte is tussen de high die je hebt neergezet en de plek waar je nu momenteel jezelf bevindt. Dus ja, het is gewoon niet heel interessant. Mina momenteel. Oké, dan gaan we toch nog eventjes FTT behandelen. Omdat ik het anders een beetje lullig vind om niet te gebruiken. Ja, we blijven boven dit punt hier zo. Even kijken wat de Fixed Range Volume Profile zegt. Ik probeer dan deze hier zo te pakken. Ja. Heel duidelijk zitten we nu op een punt waar we resistance zouden kunnen vinden. Wat je wilt zien is eigenlijk een break boven deze area. Hier zo. Een break hierboven. Dan een retest en dan is dat eigenlijk je buying signal om die continuatie te verwezenlijken. Dus dat is waar ik persoonlijk naar zou kijken. Je wilt wel dat deze area hier zo, dit is eigenlijk heel belangrijk om deze in de gaten te houden. Want in principe kom je boven de point of control. Ik zal het even illustreren. Kijk, zelfs in deze move hier naar boven toe... Kijk eens waar we naartoe terugkomen. De point of control. En daarna kregen we die continuatie naar boven toe. Dus wat wil je nu weer zien? Ja, eigenlijk een move zoals dit. Hè, dat je een break en een retest structure krijgt op dat 56.9 level eigenlijk. Ja, je ziet hier
als je er dan eindelijk boven komt, dan moet je je er wel nog boven kunnen houden. Dus dat moeten we hier ook doen. Ja, je wilt eigenlijk een break zien zoals je hier zo zag, op dit niveau hier zo, op 6 oktober. Dus je wilt die increase in volume wil je zien, dan boven dat punt komen en dan een retest maken. En dan heb je die continuatie eventueel verder naar boven toe. En ja, dan zou ik persoonlijk geïnteresseerd zijn om hem lekker aan te blijven houden. Want ja, wat dat FTX token, die heeft gewoon hele goede fundamentals. Dus dat is een project om zeker in de gaten te houden dan. Price level waar je naar boven toe wilt komen, nogmaals, is gewoon hier zo. Lekker volume laten zien en dan terugkomen naar de point of control. Heel vaak kom je terug naar het point of control. En dan zie je vaak die continuatie naar boven toe. Jeetje mina, zegt iemand. Ja, slechte woordgrappen. Heerlijk. Fazir, shout-out naar jou dat je heel veel liefde stuurt. Ik stuur heel veel liefde terug. En met liefde kunnen we deze stream ook beëindigen voor vandaag. Ik heb genoeg meetings waar ik nog naartoe mag. 9 uur 's avonds zie je zo nog genoeg meetings. Dus mocht je ooit een ondernemer willen worden, reken er niet op dat je je zondagen lekker vrij kan plannen. Helemaal niet als je op Bali zit en toch mensen in Nederland wilt helpen. Ik wil iedereen hartstikke bedanken voor erbij zijn, voor deze tijd, deze ochtend op de zondag. En ik hoop dat jullie ervan geleerd hebben. Ik hoop dat jullie voorbereid zijn op wat er komen gaat de volgende week. En dan was dit het voor vandaag. En dan zie ik jullie morgen weer. Ciao, ciao iedereen.